Hallo, hier Menno van het Chocoladeplein. En vandaag wil ik jullie iets vertellen over de voorstring bariton. Ja, er is een nieuwe bariton. Een mooie, zwarte, glanzende, glimmende bariton. Van Flight. En, ja, we wachten nog op die zwarte tas. Want, ja, je kunt, Sammy zegt, je kunt niet een mooie zwarte bariton instrument in een rode tas verkopen, Flight. Dus Flight heeft een speciale zwarte tas gemaakt, maar daar wachten we nog op. Maar dan kan ik natuurlijk nog wel gewoon iets vertellen over de voorstring Boy Bariton. Want die is van een mooie combinatie. Spruce bovenblad, massief, dus dat projecteert heel goed. En de achterkant en de zijkanten, die zijn van rozenwood. En die geven die mooie warme klanken. Dus dat spruce bovenblad, dat spreekt mooi. En die achterkant, dat is gewoon echt geweldig. Wat er nog meer te vertellen is over die bariton. Er zitten maple, cutaway zit hier dan. En het klankgat, daar zit ook dat maple in verwerkt. En de headstock. Daar zit ook dat maple in. Dat is een super mooie combinatie. En hier op een zwarte bariton zitten al mensen al heel lang te wachten. En als het dan ook nog eens van de Fourstring Boy dat ontwikkeld heeft. Ja, dat is toch wel heel mooi. Dan de breedte van de hals is 38 mm. Ja, en dat is toch ook wel echt een heel fijne maat voor de bariton. Dus... Ja, en verder rest, ik kan natuurlijk wel even laten zien hoe dat je eruit ziet. Maar nee. Het is nog heel eventjes wachten. Het blijft natuurlijk spannend, hè? Hoe dat hij eruit ziet, die voorstring bariton. Bedankt voor het kijken. En ja, ik heb er een paar kunnen bemachtigen, dus ben er op tijd bij.